Goedenavond. Van harte welkom live vanuit het Food Forum op het Floriade-terrein. Is dit Ondernemers van Eigen Zeebodem. We praten hier met ondernemers en we zijn benieuwd wie is de mens achter de ondernemer en wat bindt hem of haar aan Flevoland. Hoe kijkt hij of zij naar de toekomst van voedsel en naar de toekomst van het prachtige Flevoland? Vanavond praat je thuis mee van achter de computer in de chat. En dat kun je doen door het scherm iets te verkleinen en dan rechts in beeld zie je de chat staan. Dus laat je vragen, je reacties, je ideeën, je eigen verhalen daarachter. En ik lees ze dan hier aan tafel mee. Vanavond is de gast geitenhoudster Lia Smit en straks zien we ook haar vader hier aan tafel verschijnen. Lia houdt geiten en zij is de derde in haar generatie en het mooie bedrijf van haar verschijnt nu ook in beeld. We gaan vanavond met haar praten waarom zij de omslag maakte van melkvee naar geiten en waarom zij dat doet op Flevolandse bodem. Lia, welkom. Dankjewel. Wat goed dat je er bent. Met geitenmelk, geitenproducten, alles ligt hier. Ja. Hoe zou je het karakter van een geit omschrijven? Oh. Leer ons de geit kennen. Grappig. Grappig? Ja, vooral grappig. Ik zeg altijd dat grappige beesten, maar als je loslaat, dan slopen ze alles. Dus ze zijn ook eigenlijk een beetje... Nou, wat zou je ervan zeggen? Baldadig? Ja. Maar, en nieuwsgierig. En leuk. Hoe bouw je een band op met een geit? Gewoon rustig en ja. Je benadert ze rustig en er groeit iets. Ja. Ja, ja. Hey, en het karakter van je man? Het is ook heel rustig. Ja? Ja. En wat heeft hij weg van een geit? Of zit daar geen overeenkomst? Ja, ook grappig. Ja? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen, Lia? Op school. Op school? Op de middelbare Lammerschool. Aha. Dus we hadden een schoolfeest en ja. Toen kwam van het een het ander. En nu zijn we een heleboel jaar verder. Hoe lang zijn jullie samen? We zijn 28 jaar getrouwd, dus we zijn 30 jaar dat we elkaar verkering hebben, zeg maar. Ja. Wordt dat nog gevierd af en toe? Mijn vader en moeder die denken er altijd aan, maar we zijn niet... toen we 25 jaar getrouwd waren, we waren 26 jaar getrouwd, toen hebben we feest gegeven, maar we zijn niet van die mensen die zich er... Jullie zijn niet continu feestjes thuis. Nee. Nou, wel feestjes, maar niet dat je denkt, kijk eens, we hebben nu... Jullie hebben een gezin samen? Ja. Hoe ziet dat gezin eruit? Een zoon en een dochter. Ja, en hier vieren jullie kerst samen, hè, op deze foto. Ja, nou ja. Wat herinner je van die foto? We wouden een leuke kerstkaart maken en we hadden net een nieuwe stal. En het idee kwam een beetje van mij, van dan gaan we in de geitenstal gaan we allemaal foto's maken. Ja. Dan moest ik eerst iedereen wel een beetje motiveren, maar het is toch wel grappig En toen geworden. Was daar de kerstkaart. Ja. Ja. Hoe oud zijn je kinderen nu? Kaya wordt bijna 20 en Harm die is 16. En ze wonen allebei nog op de boerderij? Ja. Ja, ja. Hey, jij zei tegen mij aan de telefoon... Een boer zijn, dat is een onderdeel zijn van de natuur. Ja. Vertel eens. Nou, dat vind ik gewoon vanwege niet... Er zit een uil bijvoorbeeld in de schuur bij ons. En dan kan ik elke avond een vlieg die zie hem voorbij vliegen. Dat is ook een onderdeel van de natuur. Marco doet eerst de voederwinning. Dus die... Marco is je man. Ja. Ja. Die... met maaien, met wat er gebeurt, dan dat is allemaal onderdeel van de natuur eigenlijk. En als er een vogelnestje zit of er zijn haasjes in het land, dan probeert hij die ook te ontwijken. Dus ook, je bent altijd bezig eigenlijk met de natuur. Je woont er tussen. Ja. Ja. Dus ja. Heb je het altijd gehad, een gevoel van verbondenheid met de natuur? Ja, of nou ja, denk ik wel. Dieren altijd leuk. We zijn echt buiten mensen ook. Steven kan gaan buiten koffie drinken, buiten eten. Altijd
Ja. Waarom zou je binnen zitten? Ja. Als het zo mooi is buiten. Ja. Ja. En je hebt dat bedrijf op een bepaald moment heb je dat overgenomen. Lag dat altijd in de lijn der verwachting van Lia is de opvolger? Nee, absoluut niet. Ik heb wel altijd gedacht dat ik boerin wou worden. Maar of het ook werkelijk zou kunnen, dat niet. Maar ik heb drie broers. De mm-hmm. tweede broer dan, die zou eigenlijk eerst de boerderij overnemen. Dat stond eigenlijk vast. En toen waren mijn ouders nog vrij jong. Dus ik weet eigenlijk niet precies hoe dat kwam. Maar in ieder geval, op een gegeven moment was het zo dat hij naar Luxemburg ging ergens anders werken. En toen is hij daar zijn vrouw tegengekomen. En heeft hij daar, die had ook een boerderij en is hij daar boer gaan worden. Ah. En toen... toen wist ik eigenlijk nog niet of wij, ik heb drie broers, dus en na Ad komt Jelle, dus en die zou ook boer kunnen worden. Dus, wat was het moment waarop je dacht, oh, het gaat naar mij over? Ja, dat hebben mijn ouders besloten. Hoe ging dat? Die hadden voor mij een gesprek met ons, en mijn broer zat toen op de Hoge Lammerschool en Marco en ik wou allebei eigenlijk, toen had ik ondertussen ook verkering met Marco en... toen zeiden we van, we hadden allebei zoiets van, we willen wel boer worden. Dus zo, of we gaan ergens anders boer worden, of ik weet niet. En toen hebben mijn ouders bedacht dat wij boeren werden, omdat Jelle misschien meer kansen had met zijn Hoge Lammerschool. En zo is het bij jou gekomen. Je zegt, ik wilde boer worden, ik wist het altijd al. Ja, dat heb ik wel. Dat ik dat mooi vond met dieren en gewoon bezig zijn, vrijheid. Vrijheid is ook beperkt, maar... Wat is de vrijheid? Ja, de dingen die je denkt kunnen gaan doen, ook kunnen gaan doen. Je hoeft niet... Ja, je moet ook verantwoordelijkheid, maar... als ik 5 minuten later begin te melken, dan... begin ik 5 minuten later te melken. En dat is de vrijheid die jij kan nemen. Ja. Ja, samen met jouw man. Ja. Laten we gaan naar je vader. Ja. Want die heeft het bedrijf aan jou overgedaan, kunnen we zo zeggen. Dus hier is de vader van Lia. Hij loopt nu naar ons toe. Kom erbij. Van harte welkom. Hij loopt nu binnen, Piet de Jong. We zien hem ook al op de foto. In beeld. Goedenavond. Goedenavond. Ga lekker zitten. Dank u wel. 86, hè? Ja. En dan onderdeel zijn van een livestream. Ja. Lag dat ook in de lijn der verwachting? Ja, in de lijn van de verwachting. Ik vroeg aan Lia aan de telefoon deze week, hoe is de band met je vader? Wat denkt u dat ze zei? Wel goed. Ja, zonder wel. Ze zei, goed. En toen was je even stil en toen zei je, ja, gewoon goed. Ja, je wou weten nog meer, maar ik denk, ja, het is gewoon goed. Gewoon goed, is dat wederzijds? Ja, wederzijds. Ja, ja. Ja. Wat maakt die band zo goed? Ja, het is echt, ze een is een moederkind en de ander. Maar zij was echt wel een vaderkind. Ze ging dan soms gauw naar mij toe en dan naar de moeder. Ah, je liep je vader altijd achterna. want u bent de tweede generatie. Wat bracht uw grootouders naar Flevoland? Nou, die zijn in de jaren 30 begonnen de boeren in Friesland. Mm-hmm. En daar hadden ze een paardbedrijf en dat gingen ze toen combineren. We zijn er wat... twee huurden van het ene bedrijf waarom ze twee bedrijven maken. Mm-hmm. Dus dan was het spannend wie moet er weg. En toen, toen moesten mijn ouders weg. Ja. En die hebben toen overal gesolliciteerd. Toen is in Blanke Nam terechtgekomen. En dat was ook een huurbedrijf. Ja. En daar hebben we dan 11 jaar gewoond. En daar konden we dan, konden ze bedrijven. Moesten dan kopen en die eigenaar die wou de helft van het land hebben. En het was een oude boerderij, daar had mijn vader niet zoveel trek in. En toen kwam de eerste verpachting in de Noordoostpolder. In Flevoland? Ja. En wat dacht uw vader toen? Nou, die heeft toen met die eigenaar overlegd, zoveel goed als ik allemaal begrepen heb. Dat hij dan liever op de polder ging. Ja. Dan dat ze zo'n oud bedrijf kopen moesten en de helft van het land kwijt gingen. Ah, wat denk jij dat hij dacht?
wat voor kansen zag hij in Flevoland, denk jij, je opa? Ik denk uitdaging ook. Het was onontgonnen terrein natuurlijk. Ja. Alles kon er nog. Ja. Wat zijn ze gaan doen? Ze kwamen in Flevoland. Ze hadden daar een stuk land. Konden ze een bedrijf krijgen. Het was de eerste vrije verpachting. Ja. En daar konden ze toen samen keuze uit, ik meen of 6 boerderijen. Aha. En konden ze keuze en heeft een domein heeft. Die heeft het ook naar laat maar zien aangewezen. Mm-hmm. En nou ja, die hebben ze toen aangenomen. En dat is de plek waar jij vandaag de dag woont. Ja. Ja. Zou je de plek zelf gekozen hebben? Nee, ik vind het een heel mooie. Ja? Ik vind het eigenlijk een van de mooiste plekjes van de polder. Ja. Waarom? Je zit aan de rand van de polder. Eigenlijk het oude land trekt me ook heel erg altijd. Dus je zit. Het is wel een beetje een bijzonder plekje, vind ik. Maar misschien ook omdat je er woont, geboren bent. Je bent op de boerderij ook geboren. Ja. 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 Dus ja. U had een melkveebedrijf. Ja. Ja, en uw vader ook? Mijn vader ook. Ja, waarom melkvee? Nou, mijn ouders waren aan de melk gewend, dus ik heb en zo in die voedsel mee verder gegaan. Ja. En ik bedoel, er kwam een verandering, maar ik bedoel, mijn vader was eigenlijk ook de enige zoon. Toen die bedrijf overnam, was het verschil wel opvoeding tussen mijn moeder en mijn vader. Mijn moeder kwam van 12 kinderen. Ah. Maar ze hebben allebei, laat maar zeggen, ons heel gezond opgevoed. Ja, wat is gezond opgevoed worden? Nou, laat maar zeggen, op de boerderij, wij hebben de oorlogstijden op de blauwe landen, maar wij hebben nooit eigenlijk moeilijkheden na in oorlog. Nee. En ik ben, één ding in oorlog was geweest en die melkstaking. Ja, dat is een moeilijke tijd geweest misschien. Maar ik ben niet een dag of 5, 6 weg geweest. Mm. Dus dat was wel spannend. Maar verder heb ik dat heel met mijn plezier eigenlijk gewoond. Wij hadden eigenlijk helemaal geen erg in dat er oorlog was. Nee. Maar we zaten tegen de polder aan, dus ik heb de polder er ook zien vallen. Ja. En ik bedoel, er ging dan, als het water zo ver weg zat, maar dan ging met paardenwagen. Ene keer ging de buurt mee, met de kinderen allemaal, en de andere keer mijn vader. En dan zetten we stokjes neer, dan konden we zien hoe ver als het water gezakt was. Ah, het was feest in de polder. Ja. Is het nog steeds een plek om te spelen, Lia? Ja. Ja? Ja. Tenminste, het verandert, alles verandert. Maar in onze jeugd was het weer anders dat onze kinderen er spelen, zeg maar. Maar ik denk dat ik heb ook een mooie jeugd gehad en onze kinderen hebben denk ik ook, U had melkvee. Jij nam op een gegeven moment het bedrijf over. Toen was er melkvee, maar hier staat geitenmelk op tafel. Ja. Wat is er gebeurd? Nou, toen wij het bedrijf overnamen of zouden nemen, toen hadden mijn ouders niet zo groot. Toen hadden we nog een melkquotum voor de koeien en dat was niet zo groot. Dus het was niet groot genoeg om ervan te leven eigenlijk, zo voor de toekomst. Dus dan moesten we of met de koeien gaan uitbreiden, dan moesten we stal bouwen, quotum aankopen. Dus dat was nogal een ding. En toen zouden we een Romneyloos, zo begon het eigenlijk, een Romneyloos, zo'n ronde schuur voor machines wouden we erbij kopen. En dat gingen we kijken ergens in het Westland en toen, die man had koeien en geiten en toen zeiden we, dat is leuk. Je kwam niet met een machine thuis, maar met een nieuw idee. Ja, met een schuur, allebei. Allebei, met een schuur en een nieuw idee. Twee vliegen in één klap. Ja. Lia kwam thuis en ze zegt, misschien is geiten wel wat. Wat dacht u toen? We hebben toen wel overgelegd. Ik moet zeggen, wij gingen in maatschap. Aha. Dus toen zei hij, het kwotum is niet groot, daar moeten we bij. Mm-hmm. En Lia is van klein af al wat met geiten gek geweest. En ik heb een keer van,
Ja, dat is een zwager van mij. En daarom kende van die aan een geitje. U heeft de liefde altijd al gezien. Lier toen, weet ik al wel. Dus het was niet helemaal een verrassing dat ze zei, misschien moeten we iets met geiten. Nee, helemaal geen verrassing. Nee. En we hebben er ook nooit moeilijk over gedaan. Wat was het moment, kun je ons meenemen naar het moment dat het besloten werd, we gaan voor die geiten? Nou, er zit wel, het is niet één moment, dan ga je eerst eens in verdiepen wat kan, wat de mogelijkheden zijn. Ja, je moet afzet voor de melk regelen, je moet geiten zelf regelen, je moet vergunning aanvragen. En eerst het idee was, dan doen we 250 geiten en dan de koeien erbij te melken en dan, zo was het. Plan. Dat was het plan, maar het plan veranderde. Ja. Ja, we kwamen er al gauw achter na een jaar dat 250 geiten. Toen we begonnen was de melkprijs eigenlijk wel goed van de geiten, maar toen zakte dat ook wel heel erg. En was voor 250 geiten hadden wij niet genoeg inkomen eigenlijk. Wat had je nodig? Dat wisten we ook niet, maar toen bedachten we. Er moet een schuur bij en er moeten geiten bij. Maar eigenlijk ook het idee dat je 4 keer op een dag moest melken, dat was ook nog wel vrij druk. En in het begin deed papa dat natuurlijk, die melkte de koeien en wij de geiten. Maar dat houdt ook een keer op. Dus, toen kwamen we op een keus van, wat gaan we doen? En toen zijn de koeien weggegaan en de geiten zijn uitgebreid. De koeien gingen weg. Ja. Hoeveel pijn deed dat? Nou, dit is wel wat pijn. Mensen was het grootste kwam daar de hele auto kwam. Hè. Dat was het grootste bezadigd. Het moment dat ze echt letterlijk weggingen. Ja. Hoe voelde dat? Het voelde eigenlijk zo. Wij wisten ook dat. Wij hadden het grootste vertrouwen in dat ze heel goed voortging met de geiten. En dat we het zo eens geworden waren, dus ik bedoel, dan zeg je, we zien wel hoe het komt. We zien wel hoe het loopt, maar is er nergens wrijving geweest? Het klinkt zo harmonieus, van we gaan even over op de, we hebben het goed doordacht en we gaan over op de geiten. Nee, maar waar is de discussie geweest? We hebben discussiëren wel eens, maar nooit geen ruzie eigenlijk. Nee. Inmiddels heb je 1360 geiten, geloof ik. Ja, alles met elkaar. Ja. Dit klinkt een beetje heel veel, maar we melken er 1050. Ja. Hoe groot is dat vergeleken met andere geitenboerderijen? Ben je een groot bedrijf? Nee. Gemiddeld eigenlijk. Ja. Je hebt ook bedrijven met 3000 geiten, maar je hebt ook wel geiten of bedrijven met 500-600 geiten en misschien ook wel minder, maar die zijn meestal of als je tussen de 300 en de 500 geiten, dan heb je of je doet zelf de melk verwerken of je hebt er een baan bij. Ja, precies. Dus je hebt een bepaalde omvang nodig om het goed te laten draaien. Ja. Jullie doen aan duur melken. Wat is dat? Duurmelken doen jullie. Wat is dat? Dat is voor mijn vader misschien een beetje. Een hele vaktechnische geitenvraag. Ik ga hem aan jou stellen. Dat weten ze misschien niet bij de koeien. Nee, inderdaad. Dat doen ze bij duurmelken bij de geiten. Vertel eens. Wat doe je dan? Je laat de geiten niet elk jaar aflammeren. Dus je melkt ze langer door. Bij ons zijn de geiten soms wel 5-6 jaar voordat ze een volgende keer weer aflammeren. Aha. Dus dat verleng je eigenlijk, dat proces. Ja, en waarom doe je dat? Sowieso, als ze aflammeren heb je altijd het risico dat ze, dat ze ziek worden. Of je krijgt minder lammetjes en die lammetjes heb je ook eigenlijk allemaal niet nodig. Mm-hmm. En een geit die leent zich er heel goed voor. Die heeft wel in het najaar heeft hij een beetje de daling van het weerseizoen. Maar daarna in de voorjaar dan gaat hij wel weer mee met productie omhoog. Dus eigenlijk dat is het idee. En je hebt eigenlijk dat. Ja, dat is het verhaal van de duurmelk. Ze is een expert geworden, hè? Ja. Hey, er zijn allerlei ontwikkelingen geweest bij jullie op het bedrijf. Hè? Jullie hebben dus die grotere kudde genomen dan wat je eerst van plan was. Je hebt ook stalvernieuwingen doorgevoerd. Vertel eens.
Ja, we zijn dus begonnen in 95 met 100 lammetjes. Mm-hmm. En daar hadden we een schuur gebouwd waar die 250 geit in konden. Toen hebben we een overkapping gemaakt. Daar konden we denk ik 600 geiten. Maar toen zijn we heel lang bezig geweest met die schuur om dat allemaal rond te krijgen. Ja. Dus hadden we altijd al wel idee van nou zo gaan we dat doen. Maar dat is pas in 2015-16 denk ik gerealiseerd. Wat was de vraag nog meer? Ja, alle omwentelingen die je ook in je bedrijfsvoering eigenlijk hebt gedaan. Hè? Je bent baas geworden en je begint te ondernemen. Ja, in de melkstal toen we op een gegeven moment 600 geiten, dan hadden we een oude melkstal zonder ramen. Ja. Warm, klein, waren we soms wel 5 à 6 uur per keer aan het melken. Dus dan ben je 12 uur op een dag aan het melken. Ah. Dat wilde je niet meer. Nee. Dus daar moet je keuzes in maken. Ja. Ze heeft veel keuzes gemaakt hè, de afgelopen jaren. In de schaalvergroting, in verbouwingen. Hoe vindt u dat ze het doet als ondernemer? Ik vind dat het heel goed doet. Ik heb er altijd met veel plezier naar gekeken. En wij hebben ook maar eens gedacht, poeh, eerst met die geit nog daar maar komen zal. Maar ik heb mijn vrouw en de jongens gewoond en ben neergelegd en we zijn we zien waar het komt. En wij hebben ons ook niet mee bemoeid, maar we vroegen wel dingen, nou hoe gaat het nou als zoiets. Maar we hebben nooit gezegd, nou hoe kom ik van, daar hebben we ons nooit mee bemoeid. Een trouwe fan, met heel veel vertrouwen, Lia. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Wanneer raadpleeg je je vader? Wat voor vraagstukken zeg je? Dan loop ik even naar mijn vader. Ja, kijk, dat heb ik dan weer niet. Nee? Je gaat je eigen koers. Ja. Ja, tenminste, ik kan me niet voorstellen dat ik denk van, oh, help nou, papa, hoe moet dat nou? Of zoiets. Welke les heb je? We hebben het er wel eens over zo, maar je doet het zus of zo, maar nee. Nee, maar toen jij met een geit begon, heb ik gezegd, nou, ik laat je over met de geit, maar ik heb eerst ook wat mee in de geitenstal gemogen. Ja. Toen naar de maatschappij, toen zei ik, ik wil niet zo laat melken, ik zou zo laat in de melkstal. Dus ik bedoel, toen heb ik me helemaal op de koeien gedaan. Ja, precies. Maken. Ja, jullie hadden allebei jullie eigen terrein. Zo hebben we toen een beetje gescheiden. Ja, precies. Ja. We gaan eens eventjes kijken naar de uitdagingen van deze dag. Want Lia staat voor andere uitdagingen als boer dan waar u vroeger voor stond. Ja. Ja, wat is een zware dobber, vindt u, voor de boer van deze dag? Nou, een zware dobber, laat ik het zo zeggen. Want ik moet zeggen, het is op een maar zo, als er wat verkeerd gaat, dan heeft de boer het gauw gedaan. Ze doen niet voor niks, die demonstratie. Dat ik soms bedenk, ze gaan misschien wat verder doen. Maar, u zegt, de boer krijgt overal de schuld van? Nou nee, maar de stikstofbeweging. Mm-hmm. Ik moet zeggen, er kan niks worden. Want dan, de stikstof die doet het en de boer die brengt de meeste stikstof. En dat ik ook. Goed kijk, ik verdiep me er niet zoveel meer in. Maar u zegt, ze staat voor best grote uitdagingen nu, Lia, met haar bedrijf. Ja, je vader noemt stikstof. Hoe grote rol speelt dat vraagstuk in jouw dagelijkse bedrijfsvoering? We hebben onze vergunningen rond. Voor mij stikstof is stikstof voor de geiten niet zo. Maar wel de grondgebondenheid en je mest afzetten en zo. Dus, en het is wel, ik vind dat heel moeilijk eigenlijk, want politiek gezien dan heb je het idee dat je het als agrarisch ondernemer nooit goed doet. Maar als je mensen op je erf hebt, dan die zijn altijd positief. En die, wat gebeurt er als je, want je hebt de gewone burger vaak op je, ik noem het even de gewone burger, hè, maar mensen komen bij jou op het erf, ze kopen bij jou producten uit jouw koelkast, geitenproducten. Wat gebeurt er in jouw contact met de burger waarvan je zegt, dat is gewoon heel anders dan het politieke plaatje? Die zijn positief en die,
die vinden het mooi. Die, maar ja, het is misschien ook een hele afstand hoe die het ziet en hoe politiek het berekent. Mm-hmm. Maar ja, dan denken we, de politiek en de burgers staat ook heel ver uit elkaar. Welk verhaal vertel jij aan de burgers die bij jouw koelkast staan? Wat wil je met ze delen? Hoe wij met de geiten omgaan en hoe de producten tot stand komen. En ja, dat wij ook ons best doen voor natuur en dieren. En, wat doe jij voor al die 1360 geiten van jou om ze een mooi leven te geven? Geef ze ruimte en daar stonden ze buiten in de melkstal. Je geeft ze bekertjes om mee te spelen. Ja. Nou, ja, dat. Wat vind je belangrijk in het dierenwelzijn? Hoe hoog staat dat op je agenda? Ja, wel hoog. Dat ze de ruimte hebben, dat ze ook een beetje kunnen doen hoe ze, wat ze willen eigenlijk. Ja. Ook de vrijheid die ik zelf wil. Hier is dan een geit omgedraaid. Dan kun je boos worden dat die geit zich omgedraaid heeft. Maar wij geven ze hem dan maar een beetje afleiding en proberen hem zo te melken dat hij... Hij mag daar zijn gang in gaan, die geit. Ja. Eden, nou zijn er voor heel veel dieren is er tegenwoordig een beter leven keurmerk. Hè? Of er is aandacht voor dat de consument weet, is dit, heeft dit dier een goed leven gehad? Voor geiten is dat er niet, hè? Nee. Wat vindt u daarvan? Hoe kan de burger weten dat Lia zo goed voor haar geiten zorgt? Ja, ze moeten er eigenlijk nog meer reclame, denk ik, voor maken. Mm-hmm. En ik bedoel... Er komt nou wat meer, laat maar zeggen, die melkproducten in de winkel. Mm-hmm. Maar die producten in de zomer, als je dan de ontbijt dronk, direct toen de koeien waren, direct over de geitenmelk overgaan. Nou, ze zeiden veren in vis, nee, dat is lekker, helaas misten we niet aan. Ja, dus we moeten het leren waarderen, dus, Lia, ja, geitenproduct. Zou je graag zo'n beter leven keurmerk bijvoorbeeld hebben voor... producten die je maakt? Of laat maken? Nou, dat weet ik eigenlijk. Dan krijg je weer allemaal... iedereen moet het gewoon goed doen, denk ik dan. Als je dan weer allemaal onderscheid gaat doen. Het is voor jou een vanzelfsprekendheid. Dat je goed voor dat dier zorgt. Ze moeten gewoon weten dat geitenproducten zijn gewoon goed. Ja. Hey, nou is er heel veel moois te maken met de geitenmelk. Hè? Heerlijke geitenkazen hebben we hier liggen. Maar dat vlees, dat is van de bokjes, hè? Ja. En daar heb je een project over gemaakt. Je hebt een project opgestart rondom het vlees van de bok. Ik heb het zelf niet opgestart, maar ik heb wel wij hebben meegedaan met het project. Welk vraagstuk lag er voor? Hoe krijgen we het bokkenvlees eigenlijk, of het lamsvlees. Mm-hmm. Hoe krijgen we dat op de markt? Dat was eigenlijk... En wat hebben jullie bedacht? De horeca is daarmee bezig geweest. Mm-hmm. Nou, is een beetje met corona is dat een beetje de horeca een beetje in het niet gegaan. Maar we hebben bedacht van nou, wat de horeca gaf aan, ja, maar we willen liever oudere bokken. En dat is weer heel lastig. Dus daar zijn we ook weer achter gekomen dat het. Dus je bent proefondervindelijk gaan onderzoeken waar zit men op te wachten. Ja. Ja. En hoe succesvol is het om dat bokkenvlees, jij noemt het zelf liever lamsvlees, hè? Ja, het klinkt wat, denk ik, dat mensen het eerder zouden eten. Een bok heb je toch al gauw misschien van, Wat eet u liever, lamsvlees of bokjesvlees? Dat smaakt hetzelfde, hè? Dus daar zit ook een stukje marketing bijna bij, of marktonderzoek. Ja, zeker. Ja. Dat is ook. Maar hetzelfde met de kaas, toen we begonnen... met kaas verkopen, dan had je soms oudere mensen die kwamen kijken en die zeiden, want die hadden na de oorlog een beetje, dan was de geit de arme luis. Dat een slecht imago. Ja. En nu is het eigenlijk een heel gezond product. Nu komen mensen en die zeggen, geiten, zo lekker en zo gezond. En dus het imago verandert gewoon. En dat moet eigenlijk bij het vlees ook nog gebeuren. En ik zag laatst een artikel van een veearts, die was in Nepal geweest. Mm-hmm. En daar worden geiten eigenlijk alleen gehouden voor vlees, niet voor melk. Dus het is eigenlijk daar omgekeerd. Ja, dus dat, wie weet. Nee, ik hoop niet dat het
alleen om vlees gaat. Maar wat is je ambitie met het vlees van de bok? Als we hier over 3 jaar weer zitten en ik vraag hoe is nou, het dat het dan in de winkel ligt. Ja? Of dat het dan, dat we de, want nu, het is niet erg omdat de melkprijs goed is, is het een bijproduct of kost het eigenlijk geld? Ja. Dus nu hebben we de uitdaging, vind ik, om het op de markt, nu kun je er energie en geld in steken om het te verwaarden. En ik hoop dat het ook zo is, dat je dat... Dat men niet denkt van, oh, bakkers, het is een bokje. Dat je blij bent als het een bokje is of een geitje. Dat je allebei... Dus jij hoopt dat het waardering gaat krijgen. Ja. Ook van de burger. Ja. Hoe, als u in de glazen bol kijkt, hoe groot is de kans dat dat Lia gaat lukken? om dat bokkenvlees echt populair te krijgen in het land? Nou, ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Maar... ik denk dan wel een 60-70%. 60-70% kans. Hoeveel jaar is er nodig? Oh, dat is een moeilijke vraag natuurlijk. Want kijk, dat ligt er ook wel weer aan hoe de mens ermee omgaat. De mens gaat, nou eigenlijk, ze maken veel te veel reclame van geen vlees meer eten. En ik bedoel, dat gaat de verkeerde kant op. Ja, dat werkt natuurlijk tegen. Dat werkt precies. Ja. Ik bedoel, minder vlees, maar wel de bok. Ja. Ja. Jij zegt aan de telefoon, in de politiek wordt er heel veel gepraat over het onteigenen van grond op dit moment bij boeren. Ja. Maar Flevoland is daarvoor gemaakt. Dat staat haaks op elkaar. Ja. Leg eens uit. Nou, de polder is droog gemaakt om de landbouw, omdat er voedseltekort was. Ja. En er moest voedsel geproduceerd worden. En nu hebben we een mooi stuk grond. En nou, als dat dan ook onteigend wordt, dan denk ik, nou, er zijn in de heel de wereld wel meer stukken grond die, waar geen niks groeit of zo. Waar je, jij zegt blijf van Flevoland af. Ja. Ja, ja, blijf van Flevoland af. Als jij een oproep zou mogen doen aan de politiek of je zou ze een advies geven over Flevoland, wat zou je ze zeggen? Nou, dus na de jaren, in het begin was denk ik ook de ontwatering, dat was ook allemaal een beetje pionierswerk, maar ondertussen denk ik dat Flevoland zo... goed ontwaterd is en vruchtbare grond, dat, nou ja, dat het eigenlijk zonde is als je daar weer natuurgebied van gaat maken. Jij zegt het is kansrijk, ja. dit gebied. Ja. Hoe zie je de toekomst van je bedrijf, Lia? Waar wil je heen groeien? Ja, eigenlijk heb ik niet zo per se een groeidoel. Dat is niet, ik wil graag plezier in mijn werk hebben. Ja. En, nou, dat lukt nu wel aardig en er zijn altijd wel weer dingen, zoals nu hebben we de jongvisstal, maar dat moet nog blijken hoe dat, dus ook al het nieuwe hoeft niet altijd goed te zijn. Maar, wat me opvalt is dat je steeds wel op zoek bent naar nieuwe ideeën, nieuwe kansen, ontwikkelen, dingen uitproberen. Hoort dat bij Lia? Dat hoort bij Lia, ja. En ook bij Marco. Ik bedoel, ze zoeken het samen uit hoe ze het willen hebben. En ja. Ik bedoel, dat hebben ze van begin af wel gedaan. Ze hebben nooit gezegd dat ze het zo willen. Ik vind dat ze altijd goed overlegd hebben wat ze van plan waren en hoe ze het willen doen. Lia, als jij 86 bent en je zou op die stoel zitten en je kijkt zo'n beetje terug op je bedrijf. Wanneer ben je een tevreden vrouw? Wanneer zeg je, ik heb het goed gedaan? Nou, ik weet niet of ik dat ooit zal zeggen eigenlijk. Niet dat ik depressief of zo ben, maar je bent bezig. En, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Je bedrijf gaat op een bepaald moment ook weer overgenomen worden. We gaan naar de vierde generatie, misschien. Zit dat erin? Vraag. Nou, dat weet ik niet. Ik denk, Kaya, onze dochter, die zegt nu sowieso van niet. Want die had laatst al een vrouw, ja, maar dat is 24 uur per dag... een week dag in dag uit. Het is hard werken. Ja,
En Harm, die is met de coronatijd, dat hij niet op school was, is hij eigenlijk, die moest eerst ook niks van weten. Maar die is nou wel thuis aan het werken. Die doet nou, of niet echt volledig, maar hij gaat wel naar de landbouwschool. Maar doet hij wel loonwerk en ondernemen. Maar hij zit er iets dichterbij, hoor ik dat goed? Ja, dat denk ik, maar ik ga het hem vooral niet pushen. Nee. Als hij... Als je het niet wil, dan wil je het niet. Klaar. En dan? Stopt dan het familiebedrijf? Ja, nou ja, dat denk ik. Ja, maar daar gaan we niet vanuit. We gaan voor een glorieuze toekomst. Wat heb je nodig voor je bedrijf? Wat zou de provincie Flevoland voor jou kunnen doen? De boeren in het algemeen waarderen. En ik denk ook... wat ik al zei, dat het landbouwgrond blijft eigenlijk en dat we niet helemaal natuur... En dat daar geen onrust meer voor over hoeft te zijn. Dankjewel. Zou jij voor ons een glaasje geitenmelk willen inschenken, Lia? Oh, ja hoor, dat wil ik wel. Wil papa ook een glaasje geitenmelk? Hoe smaakt het? Ik wil wel een glaasje geitenmelk. Gaan wij een glaasje geitenmelk drinken. Waar zullen we op proosten? Ja, op de toekomst zou ik maar zeggen. Op de toekomst van Lia en haar geiten. Ja. Ja, laten en we dat Marco. Doen. En Marco. Ja. En misschien op die, op, en misschien op die opvolging. Ik zou maar zeggen. Ja, precies. Lia, ik wens je een ongelooflijk mooie toekomst met jouw bedrijf. En ik hoop dat je dicht in en bij de natuur mag blijven leven. Ja, dat denk ik wel. Ik wens je daarvan heel erg veel geluk en heel veel succes. En thuis hartelijk dank voor het kijken. Op 13 oktober is de volgende uitzending van Ondernemers van Eigen Zeebodem. En dan praat ik met Fadi Yassin en met zijn puberdochter Sarah. En dan hebben we het over Arabic Bread hier in Almere. Ik wou zeggen in Amerika, maar we zitten lekker in Flevoland, hè? Arabic Bread in Almere. Dus heel graag tot de volgende keer. Proost op de toekomst. Ja, dank je.